RSCA, Royal Sporting Club Anderlecht. Een grote club in België en Europa. En nu dus ook de club van John van der Brom. Hier meldt hij zich samen met zijn zaakwaarnemer Louis Laros. En even later geeft hij zijn eerste persconferentie. Van der Brom is enthousiast over Anderlecht, maar baalt van de manier waarop hij Vitesse heeft moeten verlaten. Als je van bovenuit niet het vertrouwen krijgt dan, en te kennen wordt gegeven dat het beter is dat je gaat, dan houdt het op. De slechte verhouding met clubbaas Merab Jordania geeft dus de doorslag voor het vertrek van Van der Brom naar Anderlecht. Dan ben je wel ontzettend blij en opgelucht dat je in ieder geval de kans en mogelijkheid hebt om hier bij Anderlecht te kunnen en te mogen werken. Want Jordania wilde van jou af, daar kwam het eigenlijk op neer. Ja, uiteindelijk wel. En dat is ook de reden dat ik daardoor nu hier sta.